Goedemorgen. Hallo, hallo. You may be seated. Ga lekker zitten. Thank you. Why do you always put the lectern facing that way? What's wrong with these people? Wat is fout met deze mensen? Waarom gaat hij altijd zo schuin staan? Good morning to you people. Goedemorgen jullie ook. I'm going to include the people on the left. We zullen iedereen betrekken vandaag bij het woord. Okay. That's better. My feng shui is more centered now. Nu is het wat meer ligt de focus wat meer symmetrisch. Well, yesterday I was able to speak in English all day with no translation. Gisteren heb ik heel de dag in het Engels gepraat zonder vertaler. But today we are translating. Vandaag vertalen we. Which is difficult for a man from a Brexit nation. Dat is moeilijk voor iemand die in een Brexit land woont. So this is how translation works. I'll give you my rules of translation, okay? Ik zal de regels van vertaling even geven. I am the father. Ik ben de vader. He is the son. Hij is de zoon. And the front row is the Holy Spirit. En de eerste rij is de Heilige Geest. The father speaks. De vader spreekt. The son repeats it. De zoon herhaalt het. But if the son struggles to find the right word, the Holy Spirit offers him suggestions. Als de zoon niet de juiste woorden kan vinden, dan helpt de Heilige Geest daarbij. But what must never happen? Maar wat nooit moet gebeuren, is that the son does his own thing. Is dat de zoon zijn eigen ding doet. I will know he is because I'll say something short and he says something very long. En ik weet dat als dat zo is, als ik iets kort zeg en hij iets heel lang zegt. I don't say anything funny, but then he repeats it and you all laugh. En als ik niks grappig zeg en hij vertaalt iets en jullie lachen allemaal. Which lets me know he's perhaps doing his own thing. Dus dan weet ik dat hij dingen voor zichzelf aan het doen is hier. So I am the father. Dus ik ben de vader. You are the son. Ik ben de zoon. Holy Spirit. De Heilige Geest. We are one. En wij zijn één. So far. Tot nu toe. Well, it's a joy to be here. Thank you for yesterday, those that were here. Om hier te kunnen zijn en gisteren iedereen die er was, het was een geweldige dag. And those that came from around the country. En zijn die vanuit het hele land zijn gekomen. And good morning to the other campuses that we're speaking to. En goedemorgen alle campussen waar we naartoe spreken. You know who they are. En dat is Tilburg, Rotterdam en Assen. Yeah, the son knows who you are. The father de is zoon unaware. Weet wie jullie zijn. De vader weet dat even niet meer. The father has other things on his mind. Vader heeft andere dingen aan zijn hoofd. But the son knows about you. Maar de zoon kent jullie. He died for you. Hij is voor jullie gestorven. But I sent him to do that. Maar ik heb hem uiteindelijk gestuurd om dat te doen. So really, I should get the credit. Dus uiteindelijk zou ik ook daar de credits voor moeten krijgen. We'll move on. Goed, we gaan verder. All right. Well, I hate to try and sell you things on our first date. En ik hou er niet van om op onze eerste date al dingen aan je te verkopen. Because I have some resources here with me. Maar ik heb wel een aantal dingen bij me. Hannah is here. Hannah works with me. Hannah is hier. Die werkt met mij. She's Australian, mate. Zij is Australisch. And she will be helping you at the resource table with my stuff. Zij zal daar bij de resources wat dingen kunnen verkopen. USB thumb drives, whatever you call them here. Het zijn USB sticks. This one is one of our best sellers. En deze is een van de meest populaire. It's called Heaven is my home. En die heet Hemel is mijn thuis. And it is going to want to make you go to heaven. En dit zorgt ervoor dat je naar de hemel wil. I did this because as a pastor for 30 years. En ik heb dit gedaan als pastor van 30 jaar. I was surprised how many people were afraid of dying. Was ik verrast hoeveel mensen er bang zijn om te sterven. Or were worried about loved ones that had passed on. Dat wij ons zorgen maken over geliefden die overleden zijn. Because even though you know you're going to go to heaven. Want zelfs als je weet dat je naar de hemel gaat. You don't know enough about heaven. Weet je niet genoeg over de hemel? To make it real to you. Om het echt reëel voor jezelf te maken. Heaven as a subject has been hijacked by mystics and theologians. De hemel als onderwerp is gekaapt door theologen en door mensen die er allerlei verhalen omheen maken. So this is a practical teaching on heaven. Dus dit is een praktisch stuk over de hemel. It answers questions like, is heaven a physical place? Het beantwoordt vragen als, is de hemel echt? Will we look the same in heaven? Zien we er hetzelfde uit in de hemel? Will we have the same friends? Hebben we dezelfde vrienden? Will there be children? Zijn er kinderen? Will we age? Zullen we ouder worden? Will we get hungry and thirsty? Zullen we honger hebben of dorstig kunnen Will zijn? Will there be animals in heaven? Zijn er dieren in de hemel? Will they be able to talk? Zullen wij kunnen praten? Will animals be able to talk in heaven? Zullen dieren kunnen praten in de hemel? You better hope not in case your dog has something to say. Beter maar niet als jouw hond misschien daar nog wat te zeggen heeft over jou. About how badly you treated Hoe slecht it. Je hem hebt behandeld. You promised to walk it every day. Je had beloofd dat je iedere dag zou uitlaten. Af en toe heb je dat overgeslagen. Will we ever disagree in heaven? Zijn we in staat om het oneens te zijn in Will de hemel? We have privacy? Hebben wij privacy? Will there be music and sports Zal events? Er muziek zijn of misschien sport? Some of you gave up your Elvis Presley records for Christ when you got saved. Sommigen van jullie hebben je muziek van Elvis Presley opgegeven voor Jezus toen je gered werd. What if the day you arrive in heaven there's a big Elvis concert? Wat nou als er een groot Elvis Presley concert is als je aankomt in de hemel? You'll say, Jesus, I gave that up for you. En dan zeg je, Jezus, maar ik heb dat opgegeven voor u. And he will say, I never asked you en to hij do zei, that. Dat heb ik je nooit gevraagd om te doen. It was the church that asked you to do that, not me. Het was de kerk die dat gevraagd heeft om te doen. Hello.
Interessante vragen. Wisdom for life. Wijsheid voor leven. By wisdom a house is built. Op wijsheid wordt het huis gebouwd. This is 60, 5 to 8 minute audios of what I think is wisdom to help you build a great life. Dit zijn 60 verschillende stukjes van 5 tot 8 minuten om naar te luisteren die wijsheid bevatten om jouw leven te bouwen. Then the blue one is called Soar with your strength like a bird soars. De blauwe is zoals een vogel zweeft. This again is many hours of teaching on my conviction that God made everybody great at something. En dit is uren aan onderwijs over waar ik echt van overtuigd ben dat God iedereen geweldig heeft gemaakt in bepaalde dingen. Most people live all their lives and never find out what that something is. En veel mensen die leven hun hele leven lang zonder dat ze echt ontdekken wat dat ding is dat God ze heeft gegeven om te doen. My generation, the baby boomers. Mijn generatie, de babyboomers. We never told we were great at anything. Wij zijn nooit verteld dat wij goed waren in bepaalde dingen. So we went into education and careers that were not suited to our gifts. Dus we zijn terechtgekomen in zowel opleidingen als banen die niet per se passen bij onze gaven. And we did jobs for decades that we hated. En we hebben tientallen jaren gewerkt op plekken waar we eigenlijk nooit van hebben genoten. Living for weekends that we loved. Dat we steeds uitkeken naar de weekenden waar we van hielden. Because at weekends we got to do what we loved. Want in de weekenden konden we doen wat we eigenlijk wilden doen. Then we'd psych up for Monday morning. En dan stonden we maandagochtend weer op naar de baan waar we niet van hielden. We don't want the millennial generation to have that. We willen niet dat de millennial generatie diezelfde manier van leven heeft. We want you early on to find out what God made you good at. We willen dat iedereen al zo vroeg mogelijk ontdekt welke dingen God jou heeft gegeven waar je goed in bent. And then build your life around it. En vervolgens jouw leven daaromheen te bouwen. In the West we're obsessed with fixing weakness. In het Westen zijn we geobsedeerd door de zwakte proberen te fixen. Our education system is killing our children. Ons onderwijssysteem is beschadigend voor onze kinderen. I have 8 grandchildren. Ik heb 8 kleinkinderen en ik maak me zorgen. I'm concerned about what school is doing to them. Zorgen over wat scholen soms hen aandoen. And so I want my grandkids to grow up in a different world to me. Dus ik wil dat mijn kleinkinderen anders opgroeien dan ik ben opgegroeid. Building a life around what God made them great at. Dat ze een leven bouwen rondom datgene waarvoor God ze gaven heeft gegeven waar ze heel goed so in zijn. So look at those resources, invest in yourself or someone dus you know. Investeer in jezelf of in iemand die je kent met onder andere dit soort dingen. All right, well I'm going to read you from Luke 19. Ik ga lezen uit Lucas 19. Verse 1 to 9. Vers 1 tot 9. We won't have translation for this because we can geen vertaling follow. Voor, dus lees in het Engels even mee. Jesus was passing through Jericho and a man was there by the name of Zacchaeus. Wel vertaling. Jezus ging lees maar mee. We won't do translation, okay? Son. Yes. Thank you. Sir. The Father, Son, Holy Spirit. Remember? Okay. Geen he was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to Jesus, look, here and now I give half of my possessions to the poor. If I've cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save that which was lost. So here's the story. Dus dit is het verhaal. Zacchaeus is a tax collector. Zacchaeus is een belastinginner. In the Bible there were 2 categories of sinners. En in de Bijbel waren er 2 categorieën zondaren. There were sinners and below them were tax collectors. Er waren zondaren en daaronder waren nog die belastinginners. In my opinion that is still true. En vandaag de dag voor mijn gevoel is dat nog steeds waar. Now Zacchaeus wasn't just a tax collector, he was the chief of the tax collectors. Maar Zacchaeus was niet zomaar iemand, maar hij was ook nog eens een hooggeplaatste functie onder de of boven de belastinginners. Which means he's a very despised, hated person. Dus het was iemand die toen de tijd behoorlijk gehaat werd. Zacchaeus was not the kind of person that would be in this building today. Hij was niet het soort persoon dat hier zomaar dit gebouw binnen zou komen. He would not believe that he would be welcomed in any church. Hij zou niet geloven dat hij ergens verwelkomd zou worden in een kerk. Some of you were once a Zacchaeus. Sommige van jullie waren ooit een Zacchaeus. You were outside the church. Jij was iemand van buiten de kerk. You were invited to come, but you didn't come. En je werd misschien wel uitgenodigd, maar je kwam niet. Because you knew the church would not be comfortable with your type of person. Want jij wist dat de kerk niet comfortabel zou zijn met het soort persoon dat jij bent. Out there today in the city, en hier in de stad vandaag, and in the cities that we are live streaming en in Tilburg, Rotterdam, ook in Assen.
There are millions of people. Er zijn miljoenen mensen. Who do not believe they'd be welcome in this church today. Die niet geloven dat ze echt verwelkomd zullen worden in deze kerk. No matter whether you invite them to come or not. Maakt niet uit of je ze wel of niet uitnodigt. Even inviting them would be a miracle to them. Zelfs het uitnodigen alleen al zou voor hen iets bijzonders zijn. But they would feel to protect you from how uncomfortable that would be for you. Maar zij zullen toch zich ervan weerhouden te komen om jou te beschermen tegen oncomfortabele momenten. They would refuse to come. Ze zouden niet komen. This is Zacchaeus. Dit is Zacchaeus. Clearly Zacchaeus knows something about Jesus. En je ziet dat Zacchaeus iets weet over Jezus. And he's interested in knowing more. En hij is geïnteresseerd in meer willen leren. So he goes online. Dus hij gaat online. And checks out Jesus' itinerary. Hij kijkt naar het programma dat Jezus heeft. And he finds out Jesus is coming to his town. En hij ziet dat Jezus langskomt. In a few days' time. Over een paar dagen. So he plans a hiding place in a tree. Dus hij bereidt een soort van verstopplaats voor in een boom. Because he's short. Want hij is klein. And so he wants to get a vantage point to see him. En hij wil een goed uitzichtpunt hebben. So he climbs the tree and hides and gets sat down there. En hij verbergt zich in die boom. So from the safety of the tree, he wants to see Jesus. En vanuit de veiligheid van die boom wil hij Jezus zien. But he doesn't want to be seen to be looking at Jesus. Maar hij wil niet gezien worden dat hij naar Jezus kijkt. This is why many people don't come to church. Dit is waarom veel mensen niet naar de kerk komen. Because they're interested in Jesus. Omdat ze geïnteresseerd zijn in Jezus. But they're not comfortable to come to church to be seen to be interested. Maar ze durven niet zeg maar dat andere mensen weten dat ze geïnteresseerd zijn in Jezus. I suppose Zacchaeus' tree. En ik denk dat de boom van Zacchaeus. Could be a metaphor. For the internet. Was misschien best een metafoor voor internet vandaag de dag. Because all around the world people are using the internet to look at what God's doing. Want wereldwijd zijn mensen aan het kijken via internet naar wat God aan het doen is. Especially in Muslim countries. Zeker ook veel in moslimlanden. But they do not feel comfortable to come to church. Maar ze voelen niet de mogelijkheid of de durf om naar de kerk te komen. So Zacchaeus is having kind of online experience. Dus Zacchaeus heeft hier een soort van old school online experience. So Jesus comes by. Dus Jezus komt voorbij. Stops at the foot of the tree. En hij stopt bij de voet van de boom. Looks up. Kijk omhoog. And calls him by name. En hij noemt zijn naam. We have no idea how Jesus knew he was there or knew his name. En we weten niet hoe Jezus wist dat Zacchaeus daar was of hoe hij heette. That's because Jesus is amazing. Maar dat is waarom Jezus geweldig is. Zacchaeus must have been so shocked that Jesus looked up. Saw him and then used his name. En ik denk dat Zacchaeus zo geschrokken was dat Jezus omhoog keek en zijn naam wist. Jesus invites him to come out of the tree and Jezus, says, "I'm going to come and hang out with you today." Jezus nodigt hem uit om uit die boom te komen en zegt, "Ik wil met jou mee vandaag." Jesus did this in front of everyone. En hij deed dit voor iedereen, including the hypocrites and the narrow-minded people in the church. Inclusief de hypocrieten en de kleindenkende mensen in de kerk. Every church has hypocritical, narrow-minded people. Iedere kerk heeft hypocrieten en kleindenkende mensen. Don't worry if you feel you are one of those. En wees niet bang als jij het idee hebt dat jij zelf zo iemand bent. Or your friends are those. Of dat jouw vrienden dat zijn. We have got lots of room for more of us. We hebben genoeg voor veel meer van ons. Because at stages of our life, this has been true for us all. Want het is uiteindelijk voor ieder van ons is dat wel op een bepaald moment in ons leven zo geweest. And you need to understand. En we moeten begrijpen. 98% of your population are not in church. Is dat 98% van onze populatie niet in de kerk komt. This is true across Europe. Dit is in heel Europa is het ongeveer zo. Because the unchurched in Europe do not believe that we would welcome them. Want de ongelovigen of de niet-kerkelijke mensen in Europa die geloven niet dat we ze zullen welkom heten. Just like some of you never believed you'd be welcome here. Net als dat sommigen van ons nooit hadden geloofd dat wij welkom zouden zijn. We are now part of the 99 that are gathered in. Wij zijn deel van de 99 die hier zijn. But you were once the one that was missing. Maar jij was ooit die ene die miste. Church is not about the 99. De kerk gaat niet om die 99 die er zijn. It's about the ones that are still missing. Het gaat om steeds die ene die nog mist. This is what drove Jesus every single day. En dit is wat Jezus bewoog iedere dag. To include people that the church would not include. Om mensen te betrekken die de kerk niet betrok. Like Zacchaeus. Zoals Zacchaeus. So Jesus goes to this man's home. Dus Jezus gaat naar zijn huis. And goes and has dinner with him. En hij gaat met hem mee, heeft diner met hem. And here's why people were struggling with it. En dit is waarom mensen dit zo moeilijk vonden. Here's why religious people still struggle with it. Dit is waar religieuze mensen nog steeds moeite mee hebben. Because what Jesus did that day. Want wat Jezus die dag deed. In Zacchaeus's home. In het leven van Zacchaeus. Was a massive act of this. Was een heel groot zichtbaar gebaar van acceptatie.
Going to this man's house, naar het huis van die man gaan, breaking bread with him, om het brood te breken met hem, was a massive act of this. Was een gigantisch gebaar van acceptatie. That was bad enough in the minds of the religious people. En dat was in de hoofden van de religieuze mensen al heel erg. Because they had decided people like Zacchaeus were not acceptable. Omdat zij eerder hadden besloten dat die mensen niet geaccepteerd werden. They were not accepting people like Zacchaeus. Zij accepteerden mensen als Zacchaeus niet. But what made it worse, maar wat het nog erger maakte, was that before Jesus offered this to Zacchaeus, was voordat Jezus dit aan Zacchaeus gaf, he didn't first ask him to do any of this. Vroeg Jezus niet eerst om te veranderen. Because as far as God's concerned, want zo, wat God betreft, acceptance always precedes change. Gaat acceptatie altijd vooruit voordat verandering komt. God will never ask anyone to do this. God zal nooit mensen vragen om te veranderen. To get this. Zodat we geaccepteerd zullen worden. The nature, the essence of the gospel. De essentie van het evangelie. Much of the church in the world has forgotten this. Waar veel kerken in de wereld soms een beetje vergeten zijn. We in the church have changed these around. Wij hebben de volgorde vaak veranderd. We say to people, you can have this from us. Wij zeggen tegen mensen, je kunt de acceptatie van ons ontvangen. If you do some of this. Als je een beetje verandert. And we start to charge people this. En we vragen mensen acceptatie. In exchange for this. In ruil voor of verandering in ruil voor acceptatie. We say to them, we will accept you if you change. En we zeggen tegen mensen, we zullen je accepteren als je verandert. This happens, by the way, in marriages. En dit gebeurt soms ook in huwelijken. Friendships, vriendschappen, parents to children, en ouders tegenover hun kinderen, leaders to followers, leiders tegenover de mensen in hun teams, where we say we will give you more of this, waar we zeggen we geven je meer van dit, we'll include you more, we betrekken je meer, we'll love you more, we houden meer van je, we'll use you more, we gebruiken je meer, we'll believe in you more, we geloven je meer. In exchange for some of this. Als er een beetje verandering tegenover staat. And Jesus never asked Zacchaeus to do any of this. En Jezus vroeg niets van verandering aan Zacchaeus. He just accepted him fully. Maar hij accepteerde hem volledig. And it made the religious people go crazy. En dat was bizar voor de religieuze mensen. And it still does. En nog steeds vandaag de dag is dat zo. Our church forgot this. Onze kerk vergat dit. The early church forgot this. De vroegere kerk vergat dit. This was the major issue for the early church. En dit was het grote ding waar de vroege kerk mee te maken had. Because the early church, if you remember, was mainly Jewish. Want de vroege kerk, zoals je kan herinneren misschien uit de Bijbel, was vooral Joods. The apostle Paul began to reach out to Gentiles. En Paulus begon uit te reiken naar heidenen. And the Jewish church didn't like it. En de Joodse kerk vond dat niet leuk. So the Jewish church in Jerusalem, dus de Joodse kerk in Jeruzalem, sent out preachers and teachers. Zij stuurde onderwijzers en sprekers. They became known as Judaizers. En dat werden die werden ook wel genoemd Judaïsten. Holy Spirit, thank you. Dank je Heilige Geest. Their job was to go into Gentile territory. Dus hun baan was om in het heidens grondgebied, in heidense landen. And say to the Gentile converts. Om tegen de heidense gelovigen. You can't have this from God. Te zeggen, je kunt niet geaccepteerd worden door God. Until you do some of this. Zonder dat je eerst wat dingen verandert. They said to the Gentiles, you have to be circumcised. Ze zeiden tegen de heidenen, je moet eerst besneden zijn. You have to obey certain Jewish rituals and laws. Je moet eerst Joodse wetten en rituelen gaan doen en volgen. And then you can have this. Daarna kun je ook geaccepteerd worden. The apostle Paul didn't like this. Paulus hield daar niet van. Because Paul was reaching the Gentiles. Want Paulus bereikte de heidenen. Peter was reaching the Jews. Petrus bereikte de Joden. In fact, Peter himself was a hypocrite on this issue. Sterker nog, Petrus hier was hier niet goed in. There was an incident at the church in Antioch. Was een incident in de kerk in Antiochië. Where Paul had started a church. Waar Paulus een kerk begonnen was. In Gentile territory. In het gebied waar heidenen woonden. And the apostle Peter came down from Jerusalem. En Petrus kwam uit Jeruzalem. To check it out. Om naar die kerk te gaan. And he's hanging out with the Gentiles. En hij is daar onder de heidenen. Then a few days later, en een paar dagen later, some of Peter's Jewish colleagues came down from Jerusalem. Kwamen een paar van de vrienden of collega's van Petrus uit Jeruzalem. Peter stopped hanging out with the Gentiles. En Petrus stopte toen met omgaan met die heidenen. Because he didn't want his Jewish colleagues to think he was hanging out with Gentiles. Want hij wilde niet dat zijn Joodse collega's zouden zien dat hij omging met die heidenen. So the book of Acts tells us dus het boek Handeling leert ons dan that Paul confronted Peter dat Paulus Petrus hierop aansprak about his hypocrisy. Over zijn hypocriet zijn. Because here's Peter, a leader of the early church. Want hier was Petrus een van de leiders van de vroege kerk. Many say
the pillar of the early church. Veel mensen zeggen de pijler of de pilaar van die vroege kerk. And this is the guy who had spent 3 years with Jesus, 24/7. Een van die mannen die 3 jaar met Jezus opgetrokken, 24/7. This is the guy who said, "You're the Christ, the Son of God." En de man die zei, u bent Christus, de Zoon van God. And Jesus said, "People didn't show you that; God showed you that." En mensen zeggen, mensen hebben je dat niet laten zien, maar God heeft dat gedaan. This is the guy who's raising the dead and walking on water. De man die dood heeft doen opstaan en over het water heeft gelopen. The great apostle Peter. De grote apostel Petrus. Who hated Gentiles. Die niet hield van heidenen. Go figure. Raad eens. Therefore, I don't assume just because we're in a good church. En daarom ga ik er niet van uit dat alleen maar omdat we in een goede kerk zijn. Just because we feel His presence and lift our hands in worship. Niet alleen maar omdat we onze handen omhoog doen en een bidding dat we Gods aanwezigheid voelen. Just because we have good preaching and shout amen. Niet omdat we af en toe amen roepen en omdat we goede sprekers zijn. Is no guarantee that we get this. Betekent niet dat wij dit dus goed doen. Because Peter was with Jesus. Want Petrus was met Jezus. 3 years. 3 jaar lang. 24/7. 24/7. And had a huge blockage in his heart towards. Toch had hij een grote blokkade in zijn hart. Gentiles. Tegenover heidenen. Which is most of the world. En dat is over het algemeen de overgrote meerderheid in de most wereld. Most of the world are not Jewish. De grote meerderheid in de wereld was niet Joods. If it had been left to Peter. Als het aan Petrus lag. There would have been a Jewish church only. Was er alleen een Joodse kerk. If there had been a Gentile convert. En als het sorry. If there was any Gentile convert, en als er iemand tot bekering kwam van de heidenen, he would have made them convert in a Jewish way. Dan zouden ze hem ertoe hebben gezet om Joods te worden. This resulted in a big conference in Acts 15. En in Handelingen 15 zie je dat er een grote conferentie georganiseerd was. It was called the Great Showdown at Jerusalem. En het was genoemd de grote dingen die gebeuren in Jeruzalem. The great conference at Jerusalem. De grote conferentie van Jeruzalem. Where the apostles and the elders met to discuss this issue. Waar de apostelen en de oudsten van de kerk samenkwamen om hierover te praten. And they all stood up and told their stories. En ze stonden allemaal op en vertelden hun verhaal. And Peter stood up and told a story. Petrus stond op en hij vertelde een verhaal. He said, you know, I've struggled with this all of my life because he had. Hij zei, en dat was ook eerlijk van hem. Hij had er moeite mee zijn hele leven lang. He said, I was on the rooftop. En hij zei, ik stond op een gegeven moment op een dak. Fell into a trance. En ik kwam in een visioen. I saw a sheet come down from heaven. En ik zag dat er een laken uit de hemel kwam. And in it was all kinds of unclean animals. En in dat laken waren allerlei onreine dieren. He said, I heard a voice saying, en hij Peter, zei, ik hoorde een stem die zei, Petrus, rise, kill and eat. Sta op, slacht deze dieren en eet ze. And he said, no Lord, I'm a good Jewish kosher boy, I don't touch unclean food. En hij zei, nee heer, ik ben een goede Joodse kosher jongeman en ik mag dat niet doen. This happened 3 times. Dit is 3 keer gebeurd. Peter not realizing it wasn't about food. En Petrus realiseerde zich niet dat het niet ging om dat eten. It was about people. Het ging om mensen. It was about Gentiles. Het ging om de heidenen. Who Peter had decided were unclean. Waarvan Petrus in zijn hart had, ze zijn onrein. As Peter wakes up from his trance. Dus Petrus die komt uit dat visioen terug. There's a knock at the door. Dan komt er een klop op de deur. And 3 people from Cornelius's house came to find him. Stonden er 3 mensen uit het huis van Cornelius aan zijn deur. Because an angel had appeared to Cornelius. Want een engel was verschenen aan Cornelius. Which was a huge act of this. En dat was een getuigenis van een acceptatie. If an angel appears to you, als een engel aan jou verschijnt, it must be pretty cool. Dat is best wel bijzonder. That's good on a social media post. Dat zou mooi zijn voor Instagram. If an angel appears to you, als een engel aan jou verschijnt, it must mean that God knows something, sees something about you. Dan zou het zo moeten zijn dat God iets weet over jou en iets ziet in jou. That made you worthy of an angelic visit. Dat de moeite waard is om een engel naar je toe te sturen. And an angel appeared to Cornelius, who's a Roman centurion. En er was een engel dus verschenen aan Cornelius die een Romeinse centurion was. And said to him, I like you. En hij zei, ik vind jou leuk. You're a good guy. Je bent een goede man. But you need to know the gospel. Maar je moet wel het evangelie leren kennen. So send some of your staff to Peter's house. Dus stuur een paar van jouw medewerkers naar Petrus. And the angel gave Cornelius Peter's address. En de engel gaf het adres van Petrus aan Cornelius. So he sent 3 staff members. Dus 3 van zijn huishouding die kwamen richting Petrus. Them not knowing. Zij wisten niet. That the moment they knocked at the door. Dat op het moment dat ze op de deur klopten. Would be just as Peter had finished having a vision. Dat was net het einde van het visioen. Petrus kreeg. Peter goes to the door. Petrus gaat naar de deur. They tell him that they've been sent by Cornelius. Ze vertellen hem dat hij gestuurd werd door Cornelius. To come and give them a message. En ze gaven hem een boodschap. So Peter goes. Dus Petrus die gaat. Takes some Jewish colleagues with him. Neemt wat Joodse collega's met hem mee. So in Acts 15. In Handelingen 15. The council at Jerusalem. Daar is de raad in Jeruzalem samengekomen. Peter tells the story. Maar Petrus dit verhaal vertelt. That I'm telling you now. Dat ik je nu vertel.
He said, when I got to Cornelius's home. En toen Petrus vertelde, toen ik aankwam bij het huis van Cornelius. The Cornelius story is in Acts chapter 10. En het verhaal daarvan kun je lezen in Handelingen 10. All the assembled extended house of Cornelius were there. Het hele huishouden en alles erop en eraan was daar verzameld van Cornelius. It said Peter began to preach. Dus Petrus begon te spreken. And Peter said, I now realize. En Petrus zegt daar, ik realiseer me nu. How true it is. Hoe waar het is. That God is no respecter or favorer of people. Dat God geen aanzien des persoons heeft. Dat hij geen voorkeur heeft. You think, hang on a minute. En dan denk je van, wacht even. What do you mean you now realize? Ik realiseer me nu. You were 3 years with Jesus. Je was al 3 jaar met Jezus geweest. How can you have not realized sooner? Hoe had je dat niet eerder kunnen realiseren? You're the guy that at Pentecost preached. Jij bent degene die sprak met Pinksteren. You preached this outpouring is for all flesh. Jij hebt gesproken dat alles van Gods geest voor iedereen is. You preached that. Jij hebt dat zelf gesproken. Didn't you realize while you were preaching? Heb je niet gerealiseerd dat toen je dat sprak? And the answer is no. En het antwoord was nee. Because all of us can preach things that we don't realize. Want wij kunnen allemaal dingen spreken die we niet per se zelf in ons hart geloven. That we don't believe. Of die we niet, waarvan we niet realiseren dat we het niet all geloven. All of you, every single day. Ieder van ons, iedere dag. Talk about things. Praat over dingen. Have opinions about things. We hebben meningen over dingen. That actually you don't even believe in. Waar je misschien zelf niet eens per se in gelooft. And we haven't figured it out either. Of waar we misschien niet eens per se overtuigd van zijn. And when Peter said you're the Christ, the Son of God. Dus toen Petrus zegt u bent de Christus, de Zoon van God. That was revelation. Dat was een openbaring. Jesus said the Father revealed that to you. En daarom zegt Jezus, de Vader heeft dat aan jou openbaard. Revelation and realization are two different things. Openbaring en realiseren zijn twee verschillende dingen. Revelation is God showing you what you didn't know. De openbaring is dat God jou iets laat zien wat jij niet wist. Realization. Maar het realiseren is you waking up to something you already knew. Dat is dat jij op een dag in één keer realiseert iets dat je al eerder wist. But haven't really had to face the reality yet. Maar nog nooit het echt hebt begrepen of misschien de situatie bent tegengekomen waarin je dat tegenkwam. So Peter begins to preach. Dus Petrus begon te spreken. I now realize that God accepts everyone. Nu realiseer ik me dat God iedereen accepteert. And then Peter is about to get into his message. En Petrus begint bijna echt aan zijn preek. At Cornelius's house. In het huis van Cornelius. And the Holy Spirit falls. En de Heilige Geest valt daar. And baptizes all of Cornelius's house in the Spirit. En iedereen in het huishouden van Cornelius wordt gedoopt in de Geest van start, God. They all start shabba-dabba-doing. En ze beginnen allemaal in tongen te spreken. And Peter said in Jerusalem. En Petrus zegt dan dus in Jeruzalem. He said those that came with me to Cornelius's house. Zij die met me meegekomen zijn naar het huis van Cornelius. My Jewish friends that came with me. Mijn Joodse vrienden die met me meegekomen zijn. He said they were astonished. Zij waren versteld. That God baptized them in the Spirit. Dat God hen doopte in de Heilige Geest. Because he said we heard them speaking in tongues omdat just like we did. Omdat hij zei we hoorden hen spreken in tongen zoals wij dat ook deden. Why were they astonished? Waarom waren ze daar verrast door? Because baptism in the Spirit was a huge act of this. Omdat het dopen in de Heilige Geest was een gigantische daad van acceptatie. And God had not asked them first to do any of this. En God had dat hele huishouden van Cornelius nog niet gevraagd om iets te veranderen. Nobody's put a hand up yet. Niemand had nog zijn hand opgestoken. Peter hasn't made the appeal yet. Petrus had nog niet de oproep gedaan. No one's baptized in water niemand yet. Niemand was nog in het water gedoopt eerst. God just fast tracks them all. God had even wat versneld. God just baptizes them in the Spirit. En hij doopt ze op dat moment in Gods geest. Gentiles. Heidenen. Part of a Roman centurion's family and staff. Deel van een onderdeel van het Romeinse leger. God just baptized them in the Spirit. En hij doopte ze. God doopte ze in de Heilige Geest. And the church were astonished. En de kerk was verbijsterd. Because they were going to make them do lots of this first. Ze waren van plan heel veel veranderingen eerst voor te schotelen. And God said, "No, we won't bother with that. We'll just do this." En God zegt, nee, we doen gewoon dit. And God does not care. En God, het maakt God niet uit. Whether or not we of wij wel of niet accept anyone. Mensen accepteren. God does not care. Het maakt God niet uit. God will accept people. Want God zal way, mensen accepteren. Way before we will. Veel verder en eerder dan wij dat ooit zullen doen. And God loves and accepts people we'll never accept. En God houdt van mensen en accepteert mensen die wij misschien nooit accepteren. This was the problem in our church in the late 90s. En dit was in onze kerk in de jaren 90 het probleem. 25
25 years in. 25 jaar bestonden we al. Our church had got too comfortable. Werd onze kerk te comfortabel. White middle class. Met blanke middle class. Was the demographic of our church. Dat was over het algemeen wat er in onze kerk kwam. White middle class blanke people. Middle class gezinnen, need, mensen. Need Christ like anyone else. Die mensen, ze hebben allemaal Jezus nodig. But they net are als ieder not, ander. They are not the only people in town. Maar ze waren niet de enige mensen die in onze stad woonden. Certainly not in our town. Zeker niet in onze stad. If you took a photograph of our congregation. Als je een foto zou nemen van onze kerk toen de tijd. Went into the city of Bradford. En je zou de stad van Bradford binnenlopen. Showed people the photograph. En je zou die foto aan mensen zien, laten said, zien. Which city in this country do you think this church is? En als je dan zou vragen, in welke stad denk je dat deze foto genomen is? They would have probably said the stockbroker belt of London. Dan hadden ze waarschijnlijk gezegd dat zal waarschijnlijk wel ergens in het financiële hart van Londen genomen zijn. Because there was nothing in the photograph that spoke Bradford. Want er was niets wat in die foto ook maar enige link had met de stad Bradford. Because there was no black people. Want er waren geen donkere mensen. There was no poor people. Er waren geen arme mensen. There was none of the people struggling in our community on the streets and poverty. Er waren geen mensen die misschien op straat leefden of echt arm hadden. They were not there. Die stonden niet op die foto. They were there in our theology. Ze waren daar in onze theologie. Every Sunday in the lyrics of our songs. Iedere zondag in de liederen die we zongen. We were loving everyone. Hielden we van iedereen. We sang about loving everyone. We zongen over het liefhebben van iedereen. We prayed for the lost. We baden voor degene die God nog niet kende. We shabba-dabba-dood over the city. We baden en spraken in tongen over de stad. We called them from the north, south, east, and west. En we riepen ze uit het noorden en het oosten en het zuiden en het westen. We wept for the lost. We huilden voor de verlorenen. But God help you. Maar God, if you came into our church. Als je onze kerk binnen zou zijn gekomen. With tattoos and ear piercings. Met piercings of tatoeages. And a mohawk hairstyle. Of misschien een heel afwijkend kapsel. We would send you to hell. Dan hadden we waarschijnlijk jou teruggestuurd naar de hel. Because it was obvious in your appearance. Want het was duidelijk dat in alles hoe we eruit zagen als kerk. That you were different. Dat jij anders zou zijn geweest. And we were threatened by difference. Dat verschil dat we daardoor bang werden. And so our church had got so comfortable. Dus onze kerk was zo gemakkelijk geworden. Preaching a gospel to include everyone. Om een evangelie te spreken dat iedereen inclusief was. But we clearly had an exclusive lifestyle. Maar we hadden duidelijk een exclusieve levensstijl. Because any church. Want iedere kerk. That only grows with the same people that come already, die alleen maar groeit met dezelfde mensen die er al zijn, is telling you something huge. Dat vertelt je iets heel groots. It means that that church's love. Het betekent dat de liefde van die kerk is driven by comfort, not compassion. Dat gedreven wordt door comfort en niet door compassie. Because when you reach people that are like you, want als je mensen bereikt die zijn zoals jij, dat is best makkelijk. When you reach people different to you, als je mensen bereikt die heel anders zijn dan jij, it's beyond comfort, dan gaat het veel verder dan je eigen comfort. And now compassion has kicked en dan begint het echt jouw echte medeleven te leven. So I began to take our church outwards, en ik begon dus dat onze kerk mee naar buiten te nemen. Went into the poorest parts of our city, we gingen de meest arme delen van onze stad in. And started reaching and serving the poor. En we begonnen mensen te dienen en te bedienen in arme mensen. Started feeding and clothing programs. Met voedselprogramma's en kledingprogramma's. Education programs. En onderwijsprogramma's. Rehab. En rehabilitatieprogramma's. Going into the prostitute red light district. Om in een red light district te gaan werken. And serving the prostitutes. En daar prostituees te bedienen. Loving them, including them. En van ze te houden en ze mee te nemen in de dingen die we deden. Helping the refugees in our city. Om vluchtelingen in onze stad te helpen. Massive, massive poverty issues in our city. En er zijn hele grote problemen met armoede in onze stad. You have them in your city. En jullie stad net zo goed. And I didn't want these people to be some outreach thing that we did out of the way. Of the church. En ik wilde niet dat dit dan een soort van bediening werd dat helemaal buiten onze kerk gebeurde. I began to run buses. Dus we begonnen iedere zondag bussen te laten rijden. Into the worst council estate in our city. In de slechtste wijken van onze stad. It's one of the top five worst in our country. Het is een van de vijf slechtste wijken van heel het land. It's called Buttershaw. En het heet Buttershaw. Buttershaw Estate. Buttershaw is een soort van gebied. You'll have your equivalent perhaps in the Jullie hebben waarschijnlijk ook vergelijkbare wijken hier. The very name of that place. De naam van die plaats. Strikes fear in your heart. Dat zorgt ervoor dat je een beetje bang wordt. These places are so dangerous. Deze plaatsen zijn zo gevaarlijk. Even the dogs go around in twos. Dat zelfs de honden daar nog omheen lopen.
These places are not where white middle-class people would ever go. Dit zijn de plaatsen waar in ons geval niet die blanke middelklas mensen naartoe gingen. We'd pray over them. En we baden van afstandje over ze. But we wouldn't want to go there and talk to anyone. Maar we wilden daar niet zelf naar die wijken ingaan en met mensen praten. But there are thousands of these in our city. En toch zijn er duizenden van dat soort thousands mensen. Of these people. Duizenden van deze mensen in onze stad. And I started sending buses. En we begonnen bussen te sturen. To pick these people up, to bring them to church. Om die mensen mee te nemen naar de kerk. On Sunday morning. Zondagochtend. And within about a year, en binnen een jaar, I was busing in 500 a week. Kwamen ongeveer 500 van die 500 mensen per week per zondag of scoundrels. Van mensen die uitschot lagen. My corporate term for them was scoundrels. Mijn zakelijke term die ik daarvoor gebruikte was criminals. Criminelen. Drug addicts, drugsverslaafden, drug pushers, drugshandelaren, thieves, dieven. People that had come out of prison. Mensen die net uit de gevangenis kwamen. People on their way to prison. Mensen op weg naar de gevangenis. Prostitutes. Prostituees. Pimps. En pooiers. 500 a week. 500 per week. Imagine. Stel je voor. If this morning. Als vanmorgen. We had 300 of the poorest of the poor brought into this service. Van alle armsten van onze stad deze dienst binnen hadden gebracht. You might go, oh, it would be awesome. Dan had je misschien te denken, oh yes, geweldig. Ah, would it? Is dat echt zo? I thought our church would be okay with it. Ik dacht dat onze kerk daar goed mee zou kunnen omgaan. Because we've been loving them from a distance for years. Want we hadden al jarenlang voor ze gebeden en van ze gehouden op afstand. Our services were really like taking a flight in a flight simulator. Onze diensten was net als een vlucht in een flight simulator. You know, don't you? What happens here isn't real. Maar weet je, wat hier gebeurt is niet echt. This is a flight simulator. Dit is een soort flight simulator. This isn't real life here. Dit is niet per se real life. Don't ever think a church service is real life. Denk niet dat de kerkdienst alleen maar dat real life is. This is where we get equipped, where we grow. Dit is waar we groeien, waar we toegerust worden. But it's not real. Maar het is niet de echte wereld. Because everyone here is friendly. Want ieder van ons is nu vriendelijk. Everyone here is on your team. Iedereen hier is aan jouw kant. This is your people. This is our tribe. Dit is onze stam. Dit zijn onze mensen. So this isn't real. Dus dit is niet per se echt. The reality is when you leave here. De realiteit is wanneer je straks weer naar buiten stapt. Into the community. En de stad weer ingaat. And start pouring all this stuff out. En dat we dat mogen delen met mensen. It doesn't count in here. Hier telt het niet. When you love each other. Als je van elkaar houdt. Because that's easy. Want dat is makkelijk. Because you're very lovable. Want jullie zijn makkelijk om van te houden. You can guarantee a couple of hugs every Sunday morning here. Je kunt gegarandeerd wel een paar hugs verwachten op zondagochtend. So it's not real. Dat is niet per se echt. So every Sunday for 25 years. Dus elke zondag 25 jaar lang. We had a perfect take-off, flight and landing. Hadden wij een geweldige start, vlucht en landing. And in our language and our preaching we reached the world. En onze taal bereikten we ook heel de wereld. But we had not helped anyone yet. Maar we hadden nog niemand echt bereikt. So when I started bussing these people in, dus toen we met die bussen begonnen, the flight simulator became was de flight very simulator real. Een beetje werd een hele echte. And within 2 years, en binnen 2 jaar tijd, half of our church left. Was de helft van onze kerk our church de kerk uitgegaan. Our church then, in about 1998, ongeveer rond 1998, would be about 600 people. Hadden we nog 600 mensen in onze kerk. We planted about 15 churches. We hadden toen ongeveer 15 kerken gestart. And within 2 years, 300 people left. En binnen 2 jaar waren er 300 mensen weggegaan. Good people. Goede mensen. Good people that love God, mensen wisdom, die van God hielden, maturity, wijs waren, die volwassen waren in God. Left. Ze zijn de kerk uitgegaan. And I'd started building a 2000 seater. En we waren begonnen met een kerk voor 2000 zitplaatsen. What was I thinking? Hoe had ik dat ooit kunnen bedenken? In January 2000. In januari 2000. Was our first service in that 2000 seater. Was de eerste dienst in ons nieuwe gebouw met 2000 stoelen. And we had 300 people left. 300 mensen in de dienst. No matter how creative you are with chairs, it looks bad. Ik weet niet hoe creatief jij bent met stoelen, maar zelfs al op iedere situatie ziet dat de slechtheid. Then we began to grow again. Maar we begonnen opnieuw te groeien. Reaching the poor. We bereikten arme mensen. Our church is thousands now. En nu is onze kerk weer duizenden mensen. But I didn't know that then. Maar toen de tijd wisten we dat niet. All I had then was people leaving. Het enige wat we toen hadden was mensen die de kerk uitgingen. Taking all their money with them. En hun tiende niet meer gaven, hun geld met zich meenamen. And I had a £4 million building project. We hadden een miljoenen project. And no money. Zonder geld. Because the poor have no money. Want arme mensen hadden geen geld. It costs you money to reach them. En het kost ook nog eens geld om hen te bereiken. So kind of a double hit. Dus dat is dubbel zo hard.
Our church is different now. En vandaag de dag is onze kerk heel anders. But we went through what I call crossing over. En we zijn door een periode gegaan wat ik noem een soort van oversteken. A book I wrote about that some years ago. Ik heb daar ook een boek over geschreven een aantal jaar geleden. But if it's out there, you should get a hold of that book. Als het er is, dan moet je. Dat is heel interessant om dat te lezen. I wanted to build a church. Ik wilde een kerk bouwen. That accepts people. Dat mensen accepteert. Without first asking them to change. Zonder eerst te vragen of ze willen veranderen. A few years into this process, en een aantal jaren in dat proces. In the Sunday night service, was er een avonddienst. We had three transvestites came to church. Waar drie travestieten de kerk in kwamen. I think one transvestite is enough. En ik denk eentje is al interessant genoeg. I think three could be overwhelming. Drie was misschien overweldigend. And it was. Dat was ook zo. For the church. Voor de kerk. And I could see the elbows flying and people texting each other. En ik zag mensen dus een beetje onzenuwachtig geworden en een beetje zo kijken. Because there were three transvestites in the room. Want er waren drie travestieten in de kerk. After the service, I called them over to me. Na de dienst riep ik ze, ging naar ze toe. In front of everyone. Voor, terwijl iedereen dat zag. I wanted all the religious people. En ik wilde dat al de religieuze mensen. To see me talking to them. Kon zien dat ik met ze aan het praten was. Yes, they all feel they deserve your time more. Want zij hebben dan misschien het idee dat ze jouw tijd meer verdienen. I said to these guys, welcome. Where are you from? Ik praatte met ze. Ik zei, welkom, waar komen jullie vandaan? They said, Pastor, we're not trying to cause trouble. Ze zei, oh nee, we willen geen problemen. I said, I didn't say you were. En ik zei, dat is ook helemaal niet aan de orde. They said, we come to this church often. En ze zeiden, we komen al af en toe naar de kerk. We just never come dressed as women. We komen alleen nooit aangekleed als vrouwen. I said, well then why did you come dressed as women tonight? En ze zeiden, maar waarom ben je dan vandaag wel aangekleed als vrouw? They said, we're homeless. Ze zeiden, we zijn dakloos. And you feed us in your homeless program. En jullie, degene die in jullie voedselprogramma zitten. But even your homeless team don't know that we're transvestites. Jullie team weet helemaal niet dat wij travestiet zijn. And we come dressed like this because today was the best dressed transvestite competition. En vandaag zijn we zo aangekleed omdat er de best geklede travestiet verkiezing was in de stad. And it finished too late for us to get changed before church. En het was te laat afgelopen, dan konden we niet meer omkleden voor de kerk. So we just came as we are. Dus we zijn gewoon gekomen zoals we eigenlijk zijn. We just came as we are. We zijn gewoon gekomen zoals we eigenlijk zijn. Come as you are is a very trendy church thing around the world now. Kom zoals je bent is heel trendy vandaag de dag. We say to people, come as you are. Mensen zeggen kom als je bent, kom zoals je bent. But God help you if you do. Maar oh hey, God mag je helpen als je dat echt doet. What we really mean is come as we are. Want we eigenlijk bedoelen we zeggen kom zoals wij zijn. So these guys came as they are. Dus deze mensen kwamen zoals ze zelf waren. And you should have seen the elbows flying on the gossip. En je zag een beetje onrust en roddel. I said you guys are welcome here anytime. En ik zei jullie zijn hier altijd welkom. So let me say three things to you. Dus ik wil graag drie dingen tegen je zeggen. You're welcome here anytime. Je bent hier altijd welkom. Dressed as men or women, I don't care. Maakt mij niet uit of je als man of als vrouw gekleed gaat. God doesn't care. Want God maakt het ook niet uit. But there are people here that do care and I can't protect you from them. Er zijn wel mensen hier in de kerk die dat een beetje moeilijk vinden en ik kan je daar helaas niet voor tegen beschermen. I said, Pastor, that's an amazing thing to say. Ze zeiden, Pastor, dat is heel eerlijk en dat is geweldig om te horen. I said, I know it tells you how much I've changed. En ik zei, ja, dat laat meer zien over hoe ik veranderd ben. Because I've got people who live down the road. Want ik heb mensen die aan het eind van mijn straat wonen. A beautiful Mercedes. Die is een hele mooie Mercedes rijden. Who, if it's raining, won't come to church. Die als het regent niet naar de kerk komen. And I've got you guys who would risk coming dressed as women rather than miss church. En jullie hebben het risico genomen om dan maar als vrouw gekleed naar de kerk te komen, maar niet de kerk willen missen. And I'm thinking, which would I rather have? En ik denk, wie zou ik dan liever hebben? They said, Pastor, what's the second thing you'd like to say to us? En ze zei, wat is het tweede wat je tegen ons wil zeggen, Pastor? I said, the second thing is, you're the worst looking women I've ever seen. En ik zei, de tweede is, jullie zijn de slechtst uitziende vrouwen die ik ooit heb gezien. Because these guys are like, they're not shaved. Want ze waren helemaal niet geschoren. Hairy legs. Ze hadden hele harige benen. Terrible make-up. En make-up zag er niet meer uit. I'm like, you look terrible. En ik zei, het ziet er niet echt uit. They said, no, Pastor. En ze zeiden, nee, Pastor. You don't understand, I won today. U begrijpt, nee, ik heb gewonnen vandaag. And showed me his trophy. En hij liet me zijn trofee zien. He won the best. Best dressed transvestite in town. Ik heb de best geklede travestiet prijs in Bradford gewonnen. And his friend said, I'm the runner up. En die vriend zei, ik was nummer 2. I said, you kidding me? En ik zei, meen je dat? Are you telling me you're the best of the transvestite community in this city? You're the best? Ja, ben je de beste van de travestiet community? I said, you need to lift your game. En ik zei, ja, we moeten dat aanpakken. They said, Pastor, what's the third thing? En hij zei, vroeger, wat is het derde? The third thing is, if you come dressed as women. En ik zei, het derde, als je gekleed komt als vrouwen. Please don't use the women's toilets. Gebruik dan alsjeblieft niet het vrouwentoilet. Because if you do, there'll be a riot. Want als je dat doet, dan wordt er misschien een oproer. If you use the men's, there'll be a riot. Als je het mannen-toilet gebruikt, is het waarschijnlijk ook zo. But less of a riot. Maar net iets minder. I said, is that okay? Ik zei, is dat oké met jullie? I said, Pastor, high five. Ja hoor, high five, prima. Listen to me. Maar wat ik wil zeggen. They came back many times since.
Ze kwamen zo vaak terug sinds die dag. Never once did they come dressed as women. Nooit meer waren ze gekleed als vrouwen. I never asked them to do any of this. Ik heb nooit gevraagd ook om iets te veranderen. I just said, come as you are. Ik zei gewoon kom zoals je echt bent. I just extended this to them. En ik heb dit aan ze gegeven. I didn't ask them to do any of this. Ik heb nooit iets gevraagd om te veranderen. To make my life more comfortable. Mijn leven gemakkelijker te maken. Niets van dit. And I learned something with these guys. En ik heb iets geleerd met deze mensen. There came many, many times since. Dat er zoveel momenten nog geweest sindsdien. Never once dressed as women. Nooit meer gekleed als vrouwen. You know what happened? Weet je wat er gebeurde? You know how God gets people to change? Weet je hoe God soms mensen kan veranderen? Do you know how we should get people to change? Weet je hoe wij mensen niet zouden moeten veranderen? When God wants you to change, als God wil dat je verandert, He overwhelms you with this. Dan overweldigt Hij jou met acceptatie. He extends so much of this to you. Hij geeft zoveel liefde aan jou. Like he did to Zacchaeus. Zoals hij deed aan Zacchaeus. That you start volunteering this. Dat je zelf wil veranderen. Because the only change that counts. Want de enige verandering die telt. Is not change that you do because someone did this. Het is niet omdat iemand dit zo heeft gedaan tegen jou. The church has been doing this for generations. De kerk heeft generaties lang dit gedaan naar de wereld toe. That doesn't make you want to change. Dat maakt niet dat jij wil veranderen. What makes you want to change? Wat maakt dat jij wil veranderen is dit. I don't want you afresh as a church. Ik wil dat je verfrist bent als kerk. To commit all over again. Om helemaal opnieuw toe te wijden. To have a heart of acceptance. Om een hart van acceptatie te hebben. And to let your acceptance precede any change you think people should make. En om jouw acceptatie altijd vooruit te laten gaan op welke veranderingen jij ook vindt dat iemand misschien moet ondergaan. Give that gift to each other. Laten we die gave geven aan elkaar. And to this community. En aan deze gemeenschap. And to this country. En aan dit land. Because people are dying for lack of love and acceptance. Mensen sterven voor een zijn zo hard op zoek naar zonder dat ze die liefde en acceptatie kunnen vinden. Amen. Let's stand together. Laten we gaan staan.